Ik moet zeggen, het is wel een trainer waar ik veel mee gelachen heb, maar ik heb ook veel gedacht van ja, ik kan eigenlijk ook niet maken. Fijn, ik was morgens wakker, ik zeg tegen Dick, ik zeg ja, ik weet niet, advocaat, ik zeg, ik weet niet waar jij van denkt, maar ik ga naar het veld kijken. Ik zeg wat ik, nou, ik ga een hamer en een spijker mee en kreeg spijker niet in het gras. Nee. Zo hard. Nou, kijk, wat zeg ik wel tegen, we hadden beter niet. Zei je toch? Zeg ik, beter niet kunnen nemen. Hoe ben jij er zo heen? Dat is allemaal de humor achteraf, hè. Ik bedoel, dat komt toch goed. Die moet je samenpakken. Ja. Ja, want hij is toch wel een Werder Bremen uit. Goed shirt. Goed shirt. Mooi glans ook. Ja, mooi glans, mooi geïtalieerd hiervan. Lekker maat. Voor de mode. Vertel eens. Nou, die wedstrijd die was. Wij gingen naar Werder Bremen. Ja. En ja, wij moesten. Voor mij één moest gelijk spelen. Wij trainden op het veld en toen zei de Atomos tegen mij, ik zeg, het wordt dat veld nooit hard, het was echt koud. Ja. Hij zei, nee, want er loopt er vier onder en daar wordt echt niet, dat wordt echt niet hard. Mm-hmm. Fijn, ik was morgens wakker, ik zeg tegen Dick, ik zeg, ja, ik weet niet, advocaat, ik zeg, ik weet niet waar jij van denkt, maar ik ga naar het veld kijken. Ik zeg, wat ik, de helft van de jongens had maar sneeuwschoenen bij zich. Ik zeg, ik had een hamer en een spijker mee en kreeg spijker niet in het gras. Zo hard. Toen ben ik terug aan het hotel, heb ik gevraagd wie die sneeuwschoen had. Toen ben ik van acht jongens bij een schoenenwezen kopen in de stad. Maar allerlei merken, ja, van alles door elkaar. Want ja, de ene had een contract bij Ajax, en zei, ja, dat plak wel af, dat zien we wel. Oh. Dat is dan een beetje zwart gemaakt, die schoenen. Ja, en toen gingen we daar naartoe. En toen raakte Waterhuis geblesseerd en toen pakte Menzo die ene bal half wel, ja. Half niet achter. Ik een hoop paniek was geweest en met die Duitsers allemaal, dat was verschrikkelijk. De Duitsers weer. De Duitsers weer, altijd hetzelfde. We hebben al problemen als je daar komt. Ja. En toen daags erop te vlog Atomos met ons met die Fokker 50 terug naar Eindhoven. Want was hij een paar uur later werd ontslagen. Dus het was een trainer die wel opviel. Hè. Of je nou in België of bij ons zat of in Duitsland. Iedereen had wel, had wel iets of aan te merken. Maar hij had het terecht? Al. Ja, het was wel. Ik moet zeggen, het is wel een trainer waar ik veel mee gelachen heb, maar ik heb ook veel gedacht van ja, ik kan eigenlijk niet maken. Maar het was, ik moet zeggen, je had wel humor en, ja. En je kon er wel verschrikkelijk mee lachen. Oké, okay. Even kijken, de volgende. Dit is het shirt van Sparta Rotterdam van Dennis de Nooijer. Ja. Wil je met 5-2, weet je nog? 5-2, ja. En hij scoorde. Ja, hij scoorde. 5-2, ja. Ja, ja, nou, dan hadden we weer een Amstel Cupje binnen. Hè, met een rode badjas. Hoppa. Lekker naar de bus naar huis. Met de werd er ook nog een eind of niet gelukt als je de beker had. Dan ging je gewoon naar huis en ja, zien we wel. Maar zo'n bekerwedstrijd, hè? Is dat voor jou belangrijk? Ja, natuurlijk. Iedere prijs die je kan pakken, moet je pakken. En je moet ook altijd gaan voor hetgene dat je zo lang mogelijk erin blijft. Hè? Als je in een toernooi zit, moet je proberen om de finale te halen. En als je finale bent, moet je proberen die te winnen. Ja. En dat is met de beker precies hetzelfde. En Ronaldo mocht nog even meedoen? Ja, ja, die was verkocht. Hè? Ja. Tussen aanhalingstekens. Ze was eigenlijk, had hij getekend. Ging vliegen? Wel eigenlijk een beetje schrik om hem in te laten spelen. Ja. Omdat hij als geïnteresseerd raakt, dan blijft hij thuis. Hè. Dan mag je, gaat die verkoop niet door. Dat was wel belangrijk voor de club. Want een aardig prijsje voor gebeurd. Dus ja, die moest gespaard worden. Maar hij heeft er nog even meegedaan. Maar ook weer bewust dan ingezet? Nou, wel mee laten genieten van het succes wat hij zelf ook aan meegewerkt heeft. Natuurlijk. Niet alleen denken van deze wedstrijd, maar ook een heel jaar. Zijn toernooi duurt ook bijna 3/4 jaar. Dus daar denken jullie wel over na dan? Nou ja, sommige trainers, ja, de meeste trainers denken er wel over na. Bij Ronaldo was gewoon, dat had hij ook verdiend om iets van die wedstrijd mee te nemen. Mm-hmm. En hij wist ook dat hij op de bank zou beginnen. Hij wist ook dat hij niet zou spelen. Ja. Maar dan toch vind ik het natuurlijk wel fantastisch dat hij dan. Dat nog even ingevallen is en dan van daaruit met de bus naar Rotterdam Airport in plaats van naar Eindhoven. Kun je deze nog goed herinneren? Ja, want toen dat was Fred Rutte, die speelde volgens mij een heel erg goed jaar. En deze wedstrijd die verloren we eigenlijk. Pijnlijk, weet je nog hoe? Ja, volgens mij Venigo of Hessling, penalties verloren wij. Waterhuis miste, dat weet ik nog goed. Omdat ik verbaasd was dat hij een strafschop kon nemen, maar ja, goed, hij had een goede trap. Ja, hoe gaat dat dan? Ja, dat weet ik niet. In principe wordt er van tevoren wel besproken. Zeker als de wedstrijd afgelopen is, dan loop je even lijstjes door met de trainer en de jongens van wie wat gaat nemen. Maar dat is niet gewoon, dat een keeper. Ja, sommigen wel. Soms is het wel gewoon, maar voor hem was het eigenlijk de eerste keer dat ik hem zag lopen. Ik denk, ja. Maar goed, hij had een goede trap, denk ik. Goed, dat komt ook goed. Had jij er vertrouwen in? Ja. Heb jij daar dan zeggenschap in? Nee. Helemaal niet? Nee. Oké. Okay. Nee, dat doe ik niet ook.
Nee. Je vingers daarna, niet aan branden. Daarna kijk ik wat, zei ik wat tegen mijn hadden beter niet. Zei je toch? Zeg ik, beter niet kunnen nemen. Hoe ben jij er zo heen? Dat is allemaal de humor achteraf. Hè. Ik bedoel, dat komt toch goed. Hè. Ja, dit was niet lang na die vuurwerkramp in Enschede. Eigenlijk vrij vlak daarna. Ik denk, ja. Zat er een week tussen? Ik weet het niet. Ja, maar precies. Maar, dagen weet ik niet. Dat was voor hun ook wel een strijdmiddel volgens mij om het voor Twente, voor de stad en voor de supporters goed te maken. Hebben jullie stiekem verloren? Nee. Hebben jullie een beetje misschien? Nee. Echt niet. Nee. Nou ja, het was inderdaad wel een mooie winst voor hun. Nou ja, vooral, dat wel. Die week. Ja, we hadden toen gekregen een witte jas, badjas. Dat is ook leuk. Ja, lekker een rode en een witte.